Hoi mensen, vandaag doen we weer die rare survival en vandaag zijn we een creeper. Kunnen we dan ook echt ontploffen? Ik word wit! Niet meer ontploffen. Waar ben ik? Ik zie jullie als ik er weer ben. Het is me eindelijk gelukt om een huisje te vinden. Maar wel een creative. Dat bouw ik even terug. En dat zand ook. Ik zie jullie als ik weer ben. Alles is veel beter. Yay! En nu is het pas tijd om te ontploffen. Eerst... respawn pack ingeschakeld. Ontploftijd! Je gaat ook echt dood. Oh, niet meer bukken. Anders ontploft mijn huisje. Niks gedaan. Het is leuk om een creeper te zijn. Ik kan beter bomen slopen. Hoe ziet dat er nou uit? Ah, niet meer bukken. Hoe ziet dat eruit? Niet meer bukken. Het is tijd om een eiland op te knappen. Nee hè? Wil je nou zeggen dat het niet genoeg was? Nou, dan kan ik mijn eiland niet meer opknappen. Kan een creeper zwemmen? Hoe ziet dat eruit? Creeper die loopt. Hij kan tenminste wel zwemmen. Hoi huisje. Ik ben te schrikkelijk. Dat is een grapje. Wat als ik ontplof onder water? Er gebeurt letterlijk niks. Dat is helemaal niks. Ik denk dat is een mooi randje. Wat moet ik doen als creeper? Zombie killen? Appeltje pakken? Eigenlijk. Gewoon survivalen. Survivalen als een creeper. Eigenlijk is het een short challenge. Niet bukken. Ja, dan ontplof je en ga je dood. Eiland stuk. Wat moet ik eigenlijk de volgende keer zijn? Denk een baby villager. Een vis? Ja, een vis. Vis is het leukste. Eigenlijk, ja, een vis. En ik moet mijn dak nog afmaken voor het hout te slopen.
En ik heb nog een deur nodig. En een crafting table. En een kist. Ja, eerst een deur. Niet een deur verkeerd plaatsen. En dan een kist. En dan nog een kist. En dan ga ik mijn dak afmaken. Ja! En dan stop ik mijn hout in de kist. Dat was het einde van de video. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!